Justitie gaat de rechtszaken over de moord op de Eindhovense drugscrimineel Reginald Koenders opnieuw onderzoeken. Eindhovenaar Danny van den Hoogen heeft mogelijk 9 jaar onterecht vastgezeten voor die moord. Politie en justitie zouden stukken die Danny zijn onschuld zouden kunnen bewijzen hebben achtergehouden. En ook zou DNA dat op de kogelhulzen is gevonden niet van Danny zijn. Danny van den Hoogen werd in 2000 als de moordenaar van Koenders aangewezen. Hij was toen 16. Hij kreeg 5 jaar cel en tbs. 4 jaar geleden kwam hij vrij uit de tbs-kliniek. Van den Hoogen heeft altijd ontkend dat hij Koenders heeft doodgeschoten.